verkiezingen komen eraan. Woensdag 17 maart. Weet jij al wat je gaat stemmen? In deze serie spreken we elke aflevering een student die met volle overtuiging kiest voor een bepaalde partij. Ik ben Ivo, ik ben 24 jaar oud en ik studeer scheikunde momenteel. En ik stem op Partij voor de Dieren. Ja, waarom Partij voor de Dieren? Omdat zij de mens niet centraal stellen, maar het milieu. En daardoor is dat ook voor de mens beter. Het kritische vragenrondje. Jullie zijn voor een extra vleesbelasting. Ben je dan niet bang dat alle innovatieve boeren uit Nederland vertrekken? Het is ingewikkeld met de boeren, want in feite hebben we ze heel hard nodig. Maar niet op een manier hoe het nu werkt. De veestapel moet echt omlaag en ze moet echt omgeschoold worden naar een plantaardige voedselvoorziening. Als ze echt weggaan, dan is dat jammer, maar de veeindustrie levert Nederland niet zoveel op. Niet qua geld en niet qua milieu. Vrees je dan niet dat het vlees iets wordt voor de rijke mensen onder ons? Uiteindelijk is dat wel een effect dat het gaat krijgen. Maar toch is het goed omdat er echt minder vlees gegeten moet worden. Jullie willen dat het minimumloon geldt vanaf 18 jaar in plaats van 21. Maar daarmee stimuleer je mensen toch niet om door te studeren? Je ziet juist heel erg nu dat studeren heel vaak juist helemaal niet hoeft te leiden tot een hoger salaris. En dat mensen studeren niet voor een hoger salaris, maar omdat ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. En dan vind ik het alleen maar eerlijk dat eigenlijk iedereen eerlijk gecompenseerd wordt voor wat hij verdient. 18-jarigen wonen toch vaak thuis? Hebben ze dan zoveel geld nodig? Nou ja, ze wonen natuurlijk thuis omdat de woningmarkt vooral voor studenten verschrikkelijk is. Dat is geen keuze. En daarvoor heb je juist geld nodig om daaruit te ontsnappen. Jullie willen een kilometerheffing. Een rijke manager die kan makkelijk de spits omzeilen. En bovendien kan hij het betalen, zo'n heffing. Maar die arme schilder die om 7 uur 's ochtends moet beginnen, die kan er niet omheen. Vinden jullie dat eerlijk? En ja, we moeten toch echt meer denken aan openbaar vervoer en werk dichter bij locatie in de toekomst. Als het minimumloon stijgt, dan de bijstand ook, zeggen jullie. Maar andere partijen zeggen nee, werken moet wel lonen, toch? Bijstand is nu best wel heel erg laag. En er zit ook heel veel wetten en plichten achter, dus dat mag wat mij betreft best omhoog. Ook aangezien ja, de inflatie meestal sneller stijgt dan de bijstand. Dus is het wel raadzaam om dat mee te verhogen. Maar waarom moet je nou als student op deze partij stemmen? Ja, Partij voor de Dieren komt erg op voor de situatie van studenten door tegen het leenstelsel te zijn en voor een hoger minimumloon. En verder zijn ze de enige partij die echt daadwerkelijk een toekomst kan bieden.